Oké, kom aan. Volgende oefening. Deze bijvoorbeeld. Dat is prima toetsvragen. Allemaal prima toetsvragen dit. Hè. 4, dat moet niet veel moeilijker zijn dan dat, vind ik. Dus gewoon testen. Heb je die bestaansvoorwaarden door? Kan je daarmee rekenen? Kan je dat ordeomkerende effect toepassen? Kan je die twee voorwaarden met elkaar combineren? Meer moet daar niet in zitten. Dat rekenwerk moet niet moeilijker zijn. Hetzelfde geldt voor 5. Eerste opdracht bij 5 is, moeten we starten met bestaansvoorwaarden of niet? Dat is altijd geen ding moet je in je hoofd hebben. Als het gaat over exponentiële logaritmische, ongelijkingen, vergelijkingen, kan je bestaansvoorwaarden hebben. Is dat hier zo? Of niet? Nee. Waarom niet? Zeg het er nog een keer bij. Of schrijf het er nog een keer bij. Waarom niet? Hoe weet je dat? Het is exponentieel. Voilà. Goed. Dat is in orde. Dus we hebben geen bestaansvoorwaarden nodig. Allee, kom. Eerste stappen. Wat gaan we doen? Zoek het niet te ver, hè, mensen. Zoek het niet te ver. Eerste stappen. U 6 en u 3 naar de andere kant brengen. Ja, en wat krijg je dan aan de andere kant? Dan is dat dan 102 min 6. Dan heb je 96. En juist, dan gedeeld door 3. En dan krijg je 32. Zeer goed. Ja. Als je die stappen doet, Clementine, of iemand anders, hè, verandert uw ongelijkheid dan of niet als je die stappen aan het doen bent? Blijft dat kleiner dan, of moet dat groter dan worden? Nee, het blijft kleiner dan, denk ik. Maar behalve moet het min 3 geweest zijn, dan wel. Ja, ja, zeer goed. Ja, prima. Ja, mooi, inderdaad. Ja. Dus inderdaad, hè, dus ik kan er niet veel aan toevoegen. Dus onder en 2, we gaan eerst die 6 wegdoen. Dus min 6. We doen min 6 links en rechts. Min 6 links en rechts. Ja. Je zegt naar de andere kant brengen. Goed, ja. Dat is wat men in de volksmond zegt. Maar eigenlijk zeg je beter, ik doe links en rechts hetzelfde. Namelijk min 6. Mijn ongelijkheid verandert niet. En dan doe ik links en rechts gedeeld door 3. Ja, daardoor gaat uw ongelijkheid ook niet veranderen. Uw ongelijkheid zou inderdaad wel veranderd zijn, moest daar staan 6 min 3. Maal 1 vierde tot de macht enzovoort. Want dan moet je delen door min 3 en dan verandert uw ongelijkheid wel. Ja, dus dat zijn zaken die uiteraard wel belangrijk zijn. Eerste stap is gezet. Tweede stap. Naar hetzelfde grondtal. Hier bij 2, omdat 2 tot de 5e is 32 en 1 vierde is 1 op 4 is eigenlijk 2 tot de min 2e. Ja, dus we moeten inderdaad herleiden naar dezelfde grondtaal. We weten dat dat eigenlijk in al de oefeningen iedere keer voorkwam. Hè. Dus dat is de bedoeling, we gaan herleiden naar dezelfde grondtaal. We kiezen 2, dat is een goede keuze. Je, merk op, als je zegt van ik ga 1 tweede kiezen, dan gaat dat ook in principe. Hè. Of ik ga zelfs 1 vierde kiezen, dat gaat allemaal. Natuurlijk, het ene grondtal is al wat moeilijker dan het andere. Als ik 32 zie staan, dan zie ik automatisch, en dat moet bij jullie ook zo zijn, 2 tot de 5e. En 1 vierde kan je ook makkelijk omzetten naar rondtal 2. Dus ik vind dat een goede keuze. 32 is 2 tot de 5e. 1 vierde is 2 tot de macht min 2. Macht van de macht, reken de haakjes uit. Min 4x min 8, hè, krijg je als macht. Oké, grondtallen zijn gelijk. We willen overschakelen op de exponenten. Worden bewaard of worden omkeerd? Bewarend, want grondtal is 2. Dus met andere woorden, min 4x min 8 moet kleiner zijn dan 5. En je hebt weer een eerste graad ongelijkheid. Los dat op. Wel juist doen, hè, mensen. Kom aan, hè. Wat is de einduitkomst als je die ongelijkheid oplost? X is groter dan 13 op 4. Is het niet juist? X is groter dan min 13 op 4. Ja, oppas naast. Allee, daar moet je geen punt mee verliezen. Hè. Echt waar. Je moet er niet voor zorgen. Allee, je moet zorgen dat ik u kan belonen voor de dingen die ik u geleerd heb. Ja? Zoals die eerste stappen, daar heb ik u geleerd. Hè. Geef toe, hè. Vooral naar de grondtal gaan enzovoort. Maar zorg dan niet dat ik moet beginnen, ja, punten aftrekken omdat je de dingen van pakweg 2-3 jaar geleden niet meer beheerst. Dat is altijd zo jammer. Hè? Want alle punten die je verdient, ga je weer verliezen omdat je in eerste graad zo'n gelijkheid niet kunt oplossen.
Kan niet, hè. Het vijfde, zes uur. Dus concentratie. Je kunt dat allemaal. Het is een kwestie van concentratie. Meer niet. Ja. Een tip. Kan ik daar nog een tip bij geven? Hè? Kijk, stel je nu voor... Allez, Nicolas, jij kwam nu uit. Dat was een rekenfout, hè? Geen probleem. Maar hij komt nu uit. X is groter dan 13 op 4. Ja? Juist, hè? Check dan een keer. Dat antwoord is dat juist. Als jij beweert dat x groter is dan 13 op 4, bijvoorbeeld, dan beweer jij bijvoorbeeld dat x gelijk aan 0, ik zeg maar iets, x gelijk aan 0, dat volgens jou niet voldoet. Juist, hè? Want hij zegt dat x moet groter zijn dan 13 gedeeld door 4, dus 0 voldoet niet. Nu, vond ik een 0 in, en min 4x min 8 is kleiner dan 5. Als je x vervangt door 0, dan krijg je toch dat min 8 kleiner is dan 5. Is dat juist, dat min 8 kleiner is dan 5? Ja, tuurlijk is dat juist. Dus dan zie je meteen, oei, ik heb fout gemaakt. Ja, een controle is, van een keer achteraf, hè, controleer dan een keer, van check dan een keer. Double check, van is dat nu wel juist wat ik daarop schrijf? En dat kan je doen door een keer wat waarden in te vullen. Dat is een simpele controle, die je makkelijk kan doen. Dus maar een tip. Oké, voorbeeld 6 mensen is een oefening voor de liefhebbers. Dat gaan we niet doen. Je moet dat rustig bijschrijven, moest je toch ergens je powerpoints liggen hebben. Dat is er eentje uit de 8 uur. Dus ja, voor degenen die ze zouden afvragen, wat doen ze dan eigenlijk in 8 uur, meneer? Dit is wel wat moeilijker. Nu, dat neemt niet weg dat je het niet als oefening kunt maken. Hè. Van mij moet je dat doen. Hè. Het is wel, maar ik ga je daar niet mee lasten. Het is iets moeilijker, dit wel. Hier moet je echt wel goed kijken van wat dan ga je precies allemaal gaan doen. Maar het is te doen. Dus ik ga er niet bij stilstaan. De bestaansvoorwaarden, je moet ze even een keer proberen op te lossen. Ik heb hier inderdaad ook meteen de oplossing erbij gezet. Ja, het komt heel eenvoudig uit. Maar dit is geen examenstof. Hè. We gaan het ook niet overdrijven. Dit kom je ook in het dagelijks leven niet echt tegen. Terwijl die vorige oefeningen die zijn wel interessanter in die zin. Oké, dus mag je bijschrijven. Geen leerstof in die zin, omdat die toch wel iets moeilijker gaat. Maakt meteen ook het verschil duidelijk. Dus niemand die 6 uur doet en niemand die 8 uur doet. Oké? Zijn die ongelijkheden en vergelijkingen duidelijk, mensen? Zijn daar nog vragen over? Ja, eigenlijk hebben we die afgerond, denk ik, hoor. Zo goed als. Vergelijkingen vorige maandag, nu de ongelijkheden. Ja, ik denk dat ik u ook wel een idee heb kunnen geven van wat ik nu precies echt belangrijk vind. Hè. Er komen er nog een paar op de volgende pagina. Een paar heel belangrijke zelfs. Ja, maar dit zijn de zaken, voorbeeld 4, voorbeeld 5. Zie die twee voorbeelden? Dat zijn echt, die moet je kunnen. Belangrijk. Dat is het niveau. 6, uitbreiding. Ga niet doen op het examen. We gaan even kijken. We gaan er nog een paar extra maken. Vergelijkingen. Ik ga weer vergelijkingen gaan oplossen. Een beetje van alles, hè. Ik gooi er een beetje van alles in. Je zult weer wel een beetje horen, hè, van de dingen die ik eruit kies. Het is niet toevallig, hè, mensen, dat ik die eruit kies. Hè. Net omdat die ja, vaak voorkomen, belangrijk zijn, enzovoort. Ja, dus dat is wel een reden. Goed. 2 log x, 4 log x, 8 log x is 4 derde. Hoe starten we? Hoe starten we? Hetzelfde grondtal. Iets te vroeg? Oh nee. Loïc heeft gelijk, bestaansvoorwaarde. Ah, het is logaritmische. Ja, dat is logaritmische, dus bestaansvoorwaarde. Oké, okay. Wat is de bestaansvoorwaarde in dit voorbeeld? Wat is de bestaansvoorwaarde in dit voorbeeld? X moet groter zijn dan 0. X moet gewoon groter zijn dan 0. Ik merk zelfs, ik ben ook niet foutloos. Hè. Ik merk zelfs dat ik ze vergeten ben. Hè. Dus ze staat er niet bij in mijn modeloplossing, heb ik al gezien. Ze moet er eigenlijk wel bij. Hè. Ja, geen excuus, fout van mij. Hè. Dus X moet groter zijn dan 0, hè, uiteraard. Oké, dus schrijf het erbij. Hè. Staat op u, als het niet op je slide staat. Ze moet erbij, want het is een logaritmische vergelijking. Nu gaan we, Hermelinde, naar dezelfde grondtaal. Dat is een goede keuze. Welk grondtaal gaan we kiezen? Heeft iemand een voorstel? 2, uiteraard. Het moet niet voor 8 gaan. Hè? Ja, kies altijd het kleinste en absolute waarde. Maar het is toch positieve. Dus, liefst geen breuk ook, als het niet moet. Hè? Als je kunt kiezen tussen 1, 2 en 2, pak 2. Hè? Dat is veel makkelijker rekenen. Dus, ja. Hoe doen we dat? Ah, kom aan. 4 log x bijvoorbeeld. Waar is 4 log x? Zet dan een keer naar grondtal 2. Kunnen wel lang, hè? Hoe doen we dat? Vier log x naar rondtal 2. Dat moet je ook vlot kunnen, mensen. Dat is belangrijk. 2 log x op 2 log 4. Goed, ja. Zorg dat je dat kunt. Veranderen van grondtal. Als je gaat naar je examen en je gaat zeggen van, wat dat veranderen van grondtal, dat snap ik niet of dat lukt niet. Dat gaat niet goed komen.
Ja, gaat niet goed komen. Na van je examen niet kunnen oplossen. Ja. Er zitten natuurlijk ook oefeningen in waarbij je niet moet veranderen van grondtaal. Ja, want veranderen van grondtaal is moeilijker, dat is waar. Maar het gaat er niet komen als je het niet kunt. Dus zorg dat je het kunt. Dus, hè, we doen dat. 2 log x, 2 log x op 2 log 4, 2 log x op 2 log 8. Ik heb het nog een keer gedaan. Is 4 derde. Het ziet er nu veel moeilijker uit, hè? Maar het is het niet, hoor. Reken een beetje. Wat kan je berekenen in een heel dag gedoe? Reken en vereenvoudig. Waar mogelijk. 2 log 4 is gelijk aan 2. Ja. En 2 log 8 is gelijk aan 3. Dank u wel, Margot. Dat is twee keer juist. Dat is prima. Dus dat kun je vervangen door 2 en 3. En dan moet je kijken wat er eigenlijk bovenaan staat. In de teller staat er 2 log x. Maal 2 log x. Maal 2 log x. Mag dat dan 2 log x tot de derde? Zo de zaakjes tot de derde? Ja. En inderdaad... Wacht, hè. Denk dat je het goed gezegd hebt. En dit is iets dat je moet aanduiden, mensen. Dan moet ik kijken. Ik heb die haakjes overdreven. Ik heb die haakjes daar heel fel gezet. Hè. Zie je dat? 2 log x tot de derde. Hè. Waarom doe ik dat? Omdat daar de fout wordt gemaakt door heel veel mensen. Niet alleen ja, door leerlingen, maar enfin, door soms collega's. Nee, niet die collega's van mij, maar misschien op andere school. Maar oppassen, dat is niet hetzelfde als de 2 log van x tot de derde. Hè. Snap je? Dus 2 log x, heel dat getal, tot de derde, is niet hetzelfde. Als de 2 log van x tot de derde. Dat is iets helemaal anders. Ja. En hier is het wel degelijk, de 2 log van x tot de derde. Dus moeten die haakjes er staan. Ik zou het anders zeggen. Je mag dus die 3... Je mag niet zeggen van, ik ga die 3 nu als coëfficiënt gaan schrijven. Dat mag niet. Hè? Ah nee, want je mag dat alleen doen als die 3 bij die x zou staan. Maar ze staan niet bij die x, ze staan bij 2 log x. Dus oppassen, hè? Dat is een fout die vaak wordt gemaakt. Oké, dus er staat 2 log x. Let op mijn uitspraak. Hè. Er staat 2 log x tot de derde. Dan weet je, we moeten dat volledige getal 2 log x tot de derde macht verheffen. Gedeeld door 6, 2 maal 3 is 6, hè, is 4 op 3. Oké, kunnen we verder? We zijn hier alleszins op goede weg. Hè. Alles is naar hetzelfde grondtaal gebracht. Volgende stap, zijn het niet zo moeilijk? Maar kun je niet 4 derde maal 6? Ja, 4 derde maal 6. Hoeveel is dat? 24 derde. Kortweg. Is 8. Ja, zeer goed. Dus 2 log x tot de derde is gelijk aan 8. Doe maar verder. En dan de derde machtswortel van 8. En hoeveel is dat, de derde machtswortel van 8? 2. Zeer goed. Dus 2 log x is 2. Dus wat is x? 1. X is 1. Iedereen akkoord? Oei, nee, inderdaad. X is 4, hè? Oppassen, hè? Ja, goed lezen wat er staat. De macht van 2 die x geeft is 2. Schrijf dat op. Hè. Lezen. Hè. Lees uw logaritmes, hè, mensen. De macht van 2 die x geeft is 2. Dan staat er toch 2 en het kwadraat is x. De macht van 2 die x geeft is 2. Dus x is 4. Hè. Toetsen aan de bestaansvoorwaarden. X moest groter zijn dan 0. Dat is geen enkel probleem. Hè. X is wel degelijk groter dan 0. Ja. Akkoord? Deze oefening. Belangrijke oefening hier. Zet die twee dingen in die je belangrijk vindt. Veranderen van grondtaal. Zoals gezegd, moet je kunnen. Moet je beheersen. En ook belangrijk hier, die haakjes, hè? Die staan er, hè? Pas op. Hè? En dat is niet hetzelfde alsof ze er niet zouden staan. Als ik die haakjes weglaat, dan lijkt het alsof die 3 alleen, die macht 3 alleen bij die x staat. En dan heb je iets helemaal anders. Ja? Dus daar moet je mee oppassen. Oké. Oefening 3, mensen. Aanstippen is een superbelangrijke oefening. Ja, het zit daar heel veel in. Je gaat zien waarom. Ja, superbelangrijke oefening, oefening 3. Zoals ik al zei, ik kies die oefeningen eruit waarvan ik weet van... Die ga je nog tegenkomen. Hoe starten we? Bestaansvoorwaarde. Schut. Schrijf ze op. Wat is uw bestaansvoorwaarde in dit voorbeeld? Wat
wat is uw bestaansvoorwaarde? Er is er geen, wordt er beweerd. Kijk, ik ga je eenvoudig doen dat er wel in is. Hè? Vervang bijvoorbeeld een keer x door 1. Ben je dan akkoord dat je in de problemen komt? Maar als je x vervangt door 1, dan staat daar 1. Dat is geen probleem, hè? Plus. En dan staat er de tweelog van min 5. En dat bestaat niet. Dus zo kan je ook zien dat er een bestaansvoorwaarde is. Hè? Als je, dat niet, als je denkt van er is er geen, vul een keer iets. Ja, dan beweer jij, als je zegt van er is geen bestaansvoorwaarde, dan moet je voor x invullen naar geweld. Oké. We gaan kijken. Die bestaansvoorwaarde, waar staat die? Waar moet ik die zoeken? Niet bij deze x. Hè? Deze x die hier staat, die mag gelijk wat zijn. Laat dat duidelijk zijn. Het staat gewoon x. Ja, hallo. Hallo. X mag gelijk wat zijn. Hè? Dat is geen probleem. Je moet alleen kijken naar je logaritmes. Ja, en wat zie je? Je neemt de tweelog van 2 tot de x min 7. Dus een bestaansvoorwaarde is dat 2 tot de x min 7 moet groter zijn dan 0. Juist, hè? Ja, hè? En dat moet je oplossen naar x. Dat is een ongelijkheid, exponentiële ongelijkheid. Die moet je gaan oplossen naar x. Nu, dat is hier niet zo moeilijk, hè? Ik heb het hier meteen gedaan. Nu, als je een kleine tussenstap wilt, ja... Je kan hier dan toevoegen, als dat voor jou duidelijker is, dat 2 tot de x natuurlijk groter moet zijn dan 7. We doen gewoon links en rechts plus 7. 2 tot de x min 7 groter dan 0 betekent 2 tot de x is groter dan 7. En nu moet ik je nadenken. Je kan 7 schrijven als grondtal, als macht van 2. Hè? Excuseer. Je kan 7 schrijven als macht van 2. Hoe doe je dat? Hoe schrijf je 7 als macht van 2? Hoe schrijf je 7 als macht van 2? Je kunt gelijk welk getal schrijven als macht van 2, beweer ik. Dat hebben we ook al gedaan, hoor. Niet direct een antwoord. Hoe schrijf je 7 als macht van 2? 7 is 2 tot de... Of vak gedaan. En de lessen nog, op school. X. Ja, nee, hè. Allee. Dus 7 is een macht van 2. Ik vraag welke macht van 2. Ik verwacht een antwoord in de zin van min 1. X, dat is een onbekende. 7 is een macht van 2. Welke macht van 2? 2 tot de... Oei, dat is weg. Nogthans, daarom zijn logaritmes uitgevonden. Dat is hem net. Daar verklap ik al iets mee. Ik moet dus als antwoord een logaritme krijgen. Daarom zijn logaritmes net uitgevonden. Zodanig dat je 7 kunt schrijven als macht van 2. Twee tot de 2 log 7. Ja toch? Je kunt toch perfect die 7 vervangen door 2 tot de 2 log 7. Hè? Waarom zou je dat doen? Wel, omdat ze dan allemaal hetzelfde grondtal hebben. 2 tot de x is dan groter dan 2 tot de 2 log 7. Orde bewarend, x is groter dan 2 log 7. Snap je? Dus hier kun je eigenlijk wat tussenstappen toevoegen. Hè? Je kunt toevoegen, 2 tot de x is groter dan 7. Dan is 2 tot de x groter dan 2 tot de 2 log 7. En omdat de exponentiële met grondtal 2 orde bewarend is... betekent dat dat x groter is dan 2 log 7. Nu, heb je al die tussenstappen niet nodig en doe je dat meteen zo, is dat ook goed. Hè? Dat maakt mij niet uit. Hè? Je moet dat zelf kiezen. Hè? Ja. Nu, in elk geval, ik heb een bestaansvoorwaarde. X is ja, vanaf 2 log 7 tot plus oneindig. Hoeveel is 2 log 7? Ja, dat maakt nu niet zoveel uit. Ja, dat is iets minder dan 3. Hè? Want 2 log 8 is gelijk aan 3, herinner u. Maar hoeveel dat precies is, dat maakt niet zoveel uit voor dit voorbeeld. Bestaansvoorwaarde ligt vast. Oké, wat gaan we nu doen? Volgende stap. Dit was misschien een beetje nieuw, die bestaansvoorwaarden. Vrij ingewikkeld, ik geef dat toe. Even nadenken. Maar vanaf nu is het allemaal hetzelfde. Hè? Vanaf nu ken je het goed. Kom aan. Pas de principes toe die we geleerd hebben. Hoe gaan we dat doen? Het zijn dingen die je kent.
Ik zie daar een x staan, helemaal alleen, een ambetante x. Ik zie daar een 3 staan. Helemaal alleen, een ambetante 3. Dus, wat moet je doen? Er zit een logica in al die oefeningen, hè? Als je daar een keer over nadenkt. Geplaatst overal 2 log voor en dan. We willen, zeg, probeer het juist te zetten, we willen alles naar grondtaal 2 herleiden. Dat is niet zo toevallig, hè, mensen. Als je een keer terugbladert, ik herinner me daar een vorige oefening, waarbij dat we ook gezegd hebben, ah, die 1, of ja, daar hebben we een 2 log van gemaakt. Die x, die staat er alleen, maakt er een 2 log van. X is een 2 log van wat? X is de 2 log van. Bij met 3. 3 is de 2 log van. Acht. Is juist. Dus rechts staat er 2 log 8. En x is de 2 log van 2 tot de x. Dat gaat toch? Zie je dat? Dat klinkt misschien wel raar, maar het is wel goed, hè? De 2 log van 2 tot de x is, ja, is x, hè? Ja, dat klopt, hè? En waarom doe je dat? Je maakt het nu toch veel ingewikkelder, hoor ik u denken. Maar nee. De bedoeling is net dat je alles herleidt naar 2 log. Zodanig dat je, hè, geen appels met peren kunt vergelijken, maar dat het mensen zegt van, we hebben allemaal overal hetzelfde grondtal. Oké? Okay. En nu? Hoe gaan we verder? Kijk daarnaar. Laatste oefening voor de pauze trouwens. Dan gaan we pauzeren. Hè. Kun je niet 2x tot 2x min 7 maal 2 tot de x'te? Die... Ja, dus een rekenregel, hè? Links. Links gaan we een rekenregeltje toepassen. De 2 log van 2 tot de x plus de 2 log van 2 tot de x min 7. Dat is de 2 log van, kijk goed, 2 tot de x maal 2 tot de x min 7. Is goed, hè? Oké, en nu? Nu heb ik links en rechts logaritme staan, maar hetzelfde grondtaal. 2 log, 2 log. Dus wat volgt hieruit? Je mocht die 2 log alleen weglaten. Ja. Allee, je moet... Ja, dat is juist wat je zegt. Zeg niet schrappen, hè. Dat is niet juist. Eigenlijk moet je zeggen, van ik heb de 2 log van een getalletje, dat is gelijk aan de 2 log van 2 tot de derde, dan moet dat getal ook gelijk zijn aan 2 tot de derde. Ja, je grondtallen zijn gelijk, links en rechts. Je hebt 1 logaritmische uitdrukking staan. Belangrijk, 1 logaritmische uitdrukking. Hè. Bijvoorbeeld, hier kun je dat nog niet doen. Hè. Er zijn leerlingen die zeggen, oh meneer, ik ga dat hier al doen. Dat gaat niet. Waarom niet? Omdat je links 2 logaritmische uitdrukkingen staan hebt. Je moet er eerst 1 van maken. Hier heb je 1 logaritmische links, 1 logaritmische rechts, zelfde grondtaal, dus de argumenten zijn ook gelijk. Wat is een argument? Dat is hetgeen dat na je logaritme staat, waarvan je de logaritme neemt. Dus 2 tot de x maal 2 tot de x min 7 is 8. Hè? 2 tot de derde is 8. En nu? Denk nu na. Welk soort vergelijking is dit? Dit is een exponentiële vergelijking. Moet je kijken wat er gebeurt. Daarom is dat zo'n mooie oefening. Hè? Goed kijken. Hè? Je bent gestart met een logaritmische vergelijking. Hè? We hebben wat gerekend, we hebben de bestaansvoorwaarden. En die bestaansvoorwaarden zat een ongelijkheid. Ja? Dus we starten met een vergelijking, en de bestaansvoorwaarden zit een ongelijkheid. Ik reken wat en ik krijg een exponentiële vergelijking. Mooi, hè? Van welk type is dit? Er waren 3 types exponentiële vergelijking. Eerste type, macht van eenzelfde grondtaal. Tweede type, macht van een verschillend grondtaal. Derde type, herleidbaar tot een vierkantsvergelijking. Welke van de 3 is het? Ja, zeg maar hoor. Herleidbaar tot een vierkantsvergelijking. Ja, hè. En dat moet je proberen te zien. Dat is zo makkelijk om te zien als je nu gewoon even die 2 tot de x maal 2 tot de x, dat is eigenlijk het kwadraat van 2 tot de x. Zie je dat? Als ik die haakjes uitreken, min 7 keer 2 tot de x, 8 aan de andere kant, min 8 is 0.
dan staat hier gewoon een vierkantsvergelijking. Er staat gewoon t kwadraat min 7t min 8 is 0. Dat is wat er staat. T kwadraat min 7t min 8 is 0. Je hebt de VKV. Daarom is dat een mooie oefening. Omdat je start met de logaritmische. Je gaat via een bestaansvoorwaarde met een exponentiële ongelijkheid over naar een exponentiële vergelijking die zich gaat leiden tot een vierkantsvergelijking. Kan het mooier? Kan ik het niet, hè? Het zit goed in elkaar, hè? Dan is het gewoon een VKV die moet je gaan oplossen. Hè. Dat is, allee, daarvoor moet je, allee, bij dit soort oefeningen zou ik zeggen, van, allee, kom, mocht je rekentoestel gebruiken, moet niet iedere keer die formules gaan toepassen. Als, ik vind twee oplossingen. Ik vind 2 tot de x is 8 of 2 tot de x is min 1. Nu moet je natuurlijk nog elk van die twee oplossen. Hè. Los dat op. En dan gaan we pauzeren. Wat komt daaruit? Links krijg x is gelijk aan 3 en dan rechts, die 2 tot x is gelijk aan min 1 kan niet, wegens je bestaansvoorwaarde. Ja, ja, maar, ja. Je zou zelfs kunnen zeggen, die rechterkant 2 tot x gelijk aan min 1, dat kan nooit, zelfs onafhankelijk van bestaansvoorwaarden, dat kan gewoon niet. Hè. Waarom? Omdat 2 tot de x altijd positief is. Hè. Allee, dat gaat gewoon niet. Hè. 2 tot de x is een positieve waarde. Anders gezegd, als je dat zou oplossen, die tweede, dan zou x de 2 log van min 1 zijn. Maar de 2 log van min 1, dat bestaat niet. Hè? Dat zijn allemaal manieren om het te zien. Hè? In elk geval, het kan niet. Schrappen, het kan niet. Hè? En uiteraard, die eerste is die moeilijke x is 3. Even kijken, voldoet die aan de bestaansvoorwaarden? Ja, hè? Want de 2 log van 7 is iets kleiner dan 3. Hè? Trouwens, nogmaals, je hebt bij dit soort oefeningen wel een rekentoestel. Dus je kan ook uitrekenen hoeveel is 2 log 7. Hè? En dan ga je direct zien, x is 3 is oké. Okay. Duidelijk? Oefening 4, bestaansvoorwaarden. Goed idee. Logaritmisch, hè. Wat is de bestaansvoorwaarde? X is groter dan 0. Ja, dat is zeer goed. Ja, omdat 2 tot de x min 1 moet positief zijn. Ja, dus 2 tot de x moet groter zijn dan 1. Hier is het makkelijk, hè. Dus x is groter dan 0, hè. Ja, je kunt het rechtstreeks berekenen. Daarnet was dat zo'n exacte uitkomst, 2 log 7, waar je niet veel meer kunt mee doen. Hier is de 2 log 1, maar de 2 log van 1 is uiteraard 0. Hè? Dus je kunt het gewoon uitrekenen, dus dat moet je dan ook doen. Hè? Dus x is groter dan 0. Dus alles van 0 tot plus oneindig is toegelaten. Oké, iemand die mij kan uitleggen waarom 4 moeilijker is dan 3? Het ligt duidelijk niet aan de bestaansvoorwaarden, want die is zelfs makkelijker. Nee, er is een andere reden. Zien we dat? Er is een andere reden waarom 4 moeilijker is dan 3. Je hebt een ander grondtal. Ja, ja, we hebben inderdaad verschillende grondtallen, 2 en 4. Dus gaan we moeten een keuze maken. Hè. Hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaan we dat aanpakken, dat probleem? We zitten met verschillende grondtallen. Alles naar 2. Lijkt me het verstandigste. Want als je moet kiezen tussen 2 en 4, dan ga je toch altijd 2 kiezen. Hè? Hiertoe. Alles naar 2. Maar alles. Hè? Dus het eerste stuk, 2 log 2 tot x min 1, is oké. Okay. En dan, x. X moet naar grondtal 2. Dus 2 log 2 tot x. Dat is juist. Dat hebben we de vorige oefening ook gedaan. Hè? 2 log 2 tot de x. Opgelost. 4 log 144 moet naar grondtal 2. Hoe doen we dat? 2 log 144 op 2 log 4. Zeer goed. Mooi. Dat begint te lukken. Hè? Zit daar goede reflexen in, vind ik. Dus ik heb hier ook gedaan. Hè? Dus 2 log 2 tot de x min 1, 2 log 2 tot de x. En hier 2 log 144 op 2 log 4. Netjes. Netjes. Nu, rekenen waar mogelijk. Rekenen waar mogelijk. Waar kunnen we rekenen? We kunnen rekenen bij 2 log 2x min 1 en dat maal 2x doen. Ja,
Links, correct. Het is een beetje hetzelfde als het boven staat. Hè? De 2 log van 2 tot de x min 1 plus 2 log 2 tot de x. Ja, dat is de 2 log van 2 tot de x min 1 maal 2 tot de x. Dat is alleszins al juist. Rechterlid. Kunnen daar nog rekenen? Dus 2. 2 log 4 is 2. Dat is goed. En dan heb je 2 log 144 gedeeld door 2. Kunnen we daar nog iets mee doen? Moet ik hierover nadenken. Hè? Dus we hebben dit. Hè? Dat is juist. Hè? De 2 log van 2 tot de x min 1 maal 2 tot de x. En dat is 2 log 144 gedeeld door 2. Nu, kijk naar die rechterkant. Kom aan, denk een keer na. Het is een belangrijke stap, dit. Delen door 2 is hetzelfde als? Maal 1 tweede. Juist. Dus eigenlijk staat er 1 tweede maal 2 log 144. Hetzelfde, hè? Het is hetzelfde als 1 tweede maal 2 log 144. En wat kan je dan doen met die 1 tweede? 1 tweede maal 2 log 144. De wortel van 144. Ja, zeer goed. Dus dat is een beetje prutsen, hè? Zie je dat? Dat, is een beetje, dat moet je een beetje zien. Dat zijn dingen. Zo'n dingetjes gaat dat nodig hebben. Hè? Ja, dat is belangrijk dat je dat ziet. Ah, deel onder 2, zelfs als vermenigvuldigd met 1 tweede. En dan kan ik die 1 tweede schrijven als macht van die 144. Dat is mooi, hè? Dan krijg je 2 log 12. Hè? Want de wortel van 144 is uiteraard 12. Wat zijn we zeker? Wat gaan we krijgen? Wat volgt hieruit? Tot wat herleidt dit, denk je? Denk ik na. De 2 log van een uitdrukking is gelijk aan de 2 log van 12. Wat ga je dan doen? De 2 log weglaten. Ja, dus het is weer hetzelfde verhaal inderdaad. Dus uw grondtal is links en rechts hetzelfde. Goed nadenken, er staat 1 logaritme links, er staat 1 logaritme rechts. Grondtallen zijn gelijk, daaruit volgt de argumenten zijn gelijk. Hè. Dat moet zo zijn. Met een moeilijk woord, de 2 log functie is injectief. Dat is een vreselijk moeilijk woord, dat is niet zo belangrijk voor jullie. Ik moet dat niet gebruiken. Maar dus we vinden dat 2 tot de x min 1 maal 2 tot de x moet gelijk zijn aan 12. Hè. Ja, wat krijg je? Dit is zo herkenbaar, mensen. Wat krijg je voor iets? Wat is een vierkantvergelijking. Ja, uiteraard. Dus je krijgt je VKV'tje, je lost dat op en je vindt je oplossing. Doe maar, hè. En post de oplossing in de chat bijvoorbeeld. Waaraan is x gelijk? Let goed op, is er 1 oplossing? Zijn er 2 oplossingen? Misschien geen, wie weet. Want je hebt een bestaansvoorwaarde, hè. Don't forget. X is 2, krijgen we onder andere. Dat is alles een oplossing die kan, want 2 is groter dan 0. En eventjes snel rekenen. Ja, 2 is alles juist. X is 2. Is er nog een oplossing of niet? Ah, er is er blijkbaar wel nog eentje van de vierkantsvergelijking, namelijk min 3 tweede. Maar die kan niet, hè. Ja, inderdaad. Dus vierkantsvergelijking, oplossing X is 2. Je vindt inderdaad ook nog min 3 tweede, maar dat kan niet uiteraard, omdat x moet groter zijn dan 0. Wat is te zeggen, omdat 2 tot de x
nooit gelijk kan zijn aan min 3 tweede. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is juist gezegd. Ja. Oké. Okay. Is dat duidelijk voor iedereen, deze oefening? De vorige, sorry, iets te snel. Zijn daar vragen over? Het zijn belangrijke oefeningen, hè? Alle drie. Hè? 1, 3 en 4, zit daar, dat is hetgeen dat ik wel dat kunt. Kort gezegd, dat moet je kunnen, echt waar. Dat zijn de dingen die belangrijk zijn. Maar het is iedere keer een beetje hetzelfde principe. Ja, en dan kan de ongelijkheden, van de vorige pagina, die waren ook belangrijk. Hè? Dat zijn zo'n beetje, als je je afvraagt, ja, maar meneer, wat zijn dan examengerichte oefeningen? Maar ja, het gaat over dit soort zaken. Hè? Vragen of opmerkingen, mensen? Shoot, of is het oké? Okay? Teken van leven misschien, iemand toch? Nee, niet veel camera's aan vandaag. Dat vergeef ik u. Het is goed. Allee, dank u wel. Het is toch iemand. Allee, we zijn er dan bijna. Wat moeten we nu nog doen? We zijn eigenlijk helemaal klaar. Hè? Eigenlijk zijn we helemaal klaar. Zou je kunnen zeggen, wat is gedaan? We hebben alles gezien dat we moesten zien hebben. En de vergelijking zien, ongelijkheden zien, enzovoort. Nog een paar toepassingen. Dat wil ik toch nog doen met jullie. Waarom zijn die belangrijk? Dat is het laatste onderdeel. Dat zijn de vraagstukjes. Vraagstukjes in verband met exponentiële en logaritmische functies. Ja, spreekt voor zich. Heel dat verhaal van die exponentiële en logaritmische functies, dat heeft heel veel toepassingen in wetenschappen onder andere. Herinner u de manier waarop we exponentiële functies gestart zijn? Ja, de manier waarop we exponentiële groei hebben uitgelegd. De logaritmische functies waren de inverse. En nu kan je effectief heel wat mooie vraagstukken gaan bedenken. Hè. Dus ik neem er hier gewoon een paar uit. Bijvoorbeeld, het gaat over, in dit geval is dat oefening 98 blijkbaar, op pagina 221. Het gaat over de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Ja, het is redelijk actueel, het is te zeggen. Hè. Het gaat hier nog over hele kleine hoeveelheden, hè. Maar kom dan die getallen nu, moet je kijken naar die data, van 2000 tot 2006. Ja, ik bedoel, dat is, als het gaat over klimaat, is dat de prehistorie, hè. Geef toe. Ja. 2021, nu moeten we toch daar andere cijfers op gaan plakken, denk ik. Maar goed, we gaan nu even rekenen met die cijfers. Dus doordat je met fossiele brandstoffen te werk gaat, gaat die uitstoot toenemen met 20% op een tijdspanne van 6 jaar. Zie je dat? En er werd blijkbaar een record bereikt, maar dat record, ja, ik vrees dat dat al helemaal achterhaald is, van 8,38 miljard ton in 2006. Een leuke oefening zou zijn. Zoek niet erop of dat nu is. Enfin, gaan we nu niet doen. Kijk, wat kunnen we nu doen? We zijn al een tijdje bezig met dat hoofdstuk. Hè? Geef toe. We kunnen nu alles combineren. Dus eigenlijk moet je kijken naar die eerste vraag, de jaarlijkse procentuele toename van de broeikasgassen. Misschien hoor ik je denken, wat heeft dat nu te maken met logaritmes? Niets. Niets. Als je wilt weten, naar waar gaat die vraag terug? Die eerste vraag, die gaat terug naar de tweede les van exponentiële functies. Dat is ongeveer een maand geleden, als het niet meer is. Snap je? Daarom is dat één geheel. En daarom is het belangrijk dat ik op die vraagstukken wil terugkeren, om je duidelijk te maken dat dat ook moet studeren als één geheel. En dat in onderdeel 1 waarschijnlijk geen logaritme gaat te pas komen, maar dat op het einde van de rit, als je aan onderdeel 4 zit, dat er wel in gaat komen. Dat is helemaal niet verrassend. Hoe doen we dat nu weer? Kunnen we dat nog? En dan heb ik een jaarlijkse procentuele toename. Hoe doe je dat? Dat is herhaling, hè, mensen. Dit hebben we al gedaan. Hè? Dat was de tweede les van exponentiële functies. Wie weet dat nog? Hoe doe je dat? 20% stijging op 6 jaar. Topantwoord, dat ik hopelijk niet ga lezen op het examen. 20% op 6 jaar. 20 gedeeld door 6% op 1 jaar. Als je dat schrijft, dan gaat rap gedaan ze mij verbeteren. Nee, hoe moet je dat doen? Weet je dat nog? Je moet een kleine omweg maken. Via wat? Naar je groeifactor op omzet. Ja. We gaan omzetten naar groeifactor. Oké. Bekijk dat. Wat is uw groeifactor in dit probleem? ...1,2. Juist. Op welke tijdspannen? Over hoeveel jaar? Op 6 jaar. Zeer goed. Oké. De groeifactor is 1,2 op 6 jaar. Ik wil wel weten, hoeveel is de groeifactor op 1 jaar? Dus als je vermenigvuldigt met 1,2
elke periode van 6 jaar vraag ik u eigenlijk met welk getal moet je dan vermenigvuldigen op 1 jaar? 1,2 tot de 1 zesde, dat is juist. Dat is de groeifactor per jaar, maar dat is niet gevraagd. Nee, de procentuele toename is gevraagd per jaar. Dus wat moet je nou doen met die groeifactor? Min 1 en dan maal 1. Voilà, dat is het. Hè. Dat is het, hè. Probeer dat gewoon in één keer te doen, hè, gasten. Kom aan, hè. Dat is gewoon, staat daar, hè. 1,2 tot de 1 zesde min 1 maal 100. Oefening gedaan. Rekenmachine, 3,09%. Ja, dat is geen 20 zesde, hè. Moest je afvragen, en meneer, als ik het nu gewoon 20 gedeeld door 6 gedeeld had, dan kom je op 3,33%. Maar het is 3,09%. En zeg niet van, kut in de buurt, hè. Want als dat gaat over zoveel miljarden tonnen, dames en heren, dan zitten er duizenden kilo's naast, hè. Ik denk dat je dat ook wel snapt, hè. Dus ook de cijfers naar de komma zijn hier belangrijk, hè. Rond dan niet af op 3%, hè. Moest ik u dat vragen, zou ik altijd zeggen, bereken de jaarlijkse procentuele toename op 0,01% nauwkeurig. Daarmee bedoel ik dan twee cijfers naar de komma nauwkeurig. Ja, maar dat is wel belangrijk. Je moet dat niet afronden op 1%. Hè. Dat is veel te veel. Allee, dat is veel te grof afgerond, snap je? Oké, dus dat is een herhaling. Ja, maar moet dat dus in dit vraagstuk. Ja, straks komen de logaritmes, nu niet. Hè. Maar dit moet je natuurlijk nog altijd kunnen. Tweede vraag. We gaan een formule opstellen die de jaarlijkse uitstoot, I, in miljard ton berekenen in functie van de tijd en jaar. We veronderstellen exponentiële groei. Dit is ook herhaling. Ja, je moet gewoon een exponentiële functie opstellen. Wat heb je nodig om een exponentiële functie op te stellen? We zijn al aan het herhalen, stel je voor. Ideaal. Wat hebben we nodig als we een exponentiële functie moeten opstellen? Basiskennis. Je beginwaarde en je groeifactor. Voilà. Heb ik alles? Ja. Ja. Sorry, ik was aan het kijken. Ja, maar alles, hè. Want je meet vanaf 2006. Ik dacht dat je nog moest teruggaan in de tijd, maar dat is niet nodig. We gaan meten vanaf 2006, dus mijn beginwaarde staat daar, hè. Dat is die 8,38. En die groeifactor ken ik ook, ik heb hem juist berekend. Dat was die 1,2 tot de macht 1 over 6. Ja, dus, wat is het voorschrift dan? Hoe zit dat nu weer? Als je beginwaarde en je groeifactor kent, hoe ziet je exponentiële functie er dan uit, algebraisch? Allee mensen, dat is er al, hè? 8,38 maal 1,2 tot de t op 6. T op 6, inderdaad. Belangrijk. Pas op, Hermelien, ik zie uw posten 8,38 maal 1,2 tot de macht 1 over 6. Nee, nee, je moet die 1,2 tot de macht 1 over 6 nog een keer tot de macht T doen. Hè. Ja, dus in totaal heb je 1,2 tot de macht T over 6. Merk ook op, Hermelien, dat in uw formule altijd een veranderlijke T moet staan. Hè. Als jij antwoordt 8,38 maal 1,2 tot de macht 1 over 6, dan is dat een constante functie. Het staat daar geen veranderlijke in, dat zou niet kunnen, hè. Dus vergeet dat niet, hè. Dus tot de macht T nog een keer, macht van de macht, macht vermenigvuldigen, en je hebt dit. Ja? Ik geef altijd de voorkeur om dat zo te schrijven, hè, mensen. Ik ben heel blij dat je niet zegt 8,38 maal de zesde machtswortel uit 1,2 tot de macht T. Ik zou dat niet doen, je maakt daar alleen maar lastiger mee. Ja, schrijf dat gewoon zo. Ja, dat is een zesde machtswortel, ik weet dat ook wel, maar moet dat niet doen, schrijf dat gewoon zo. 1,2 tot de macht T over 6. Oké? Okay? Dus, nog altijd, herhaling, hè, dit. Geen probleem, hè. Maar nu komt het. Nu komt het. Stel dat die trend zich doorzet. In welk jaar zal de uitstoot van 20 miljard ton bereikt zijn? Wat moeten we dan eigenlijk doen als we dit willen oplossen? Je moet je T vinden. Ja. En wat is er dus gegeven? Ja, zoals Loïc inderdaad beweert, onze IT is gegeven, namelijk die is 20. Ja, let op de eenheid, je hoeft daar niet aan toe te voegen, 20 miljard, hè. Want alles is in miljard uitgedrukt. Dus je mag gewoon schrijven, 8,38 maal 1,2 tot de macht T door 6 is 20. En nu komt het, hè, mensen. 1 en 2 waren een herhaling van lang geleden, maar 3, dat is eigenlijk, wat daar staat, een exponentiële vergelijking.
Juist, hè. We gaan een keer nadenken. Hè. Exponentiële vergelijkingen. Drie soorten. Herleidbaar naar dezelfde grondtaal. Niet herleidbaar naar dezelfde grondtaal. Ja. Of herleidbaar naar een vierkantsvergelijking. Dus macht van dezelfde grondtaal, macht van een verschillend grondtaal of herleidbaar naar een vierkantsvergelijking. Welke van de drie zou het hier zijn? Als je het niet direct weet, kan je misschien zeggen wat je eerste stap zou zijn om die vergelijking op te lossen. Dat is ook al iets. Maar op zich is dat niet zo belangrijk dat je nu weet welk type dat is. Hè. Ik ga nooit vragen op een toets of op een examen welk type is het. Hè. Pff, dat kan me niet schelen welk type dat is, zolang dat maar kunt oplossen. Dat is het enige dat belangrijk is. Ja, maak het niet te moeilijk. Hè. Ik ga alles delen door 8,38. Ja, toch. Ja, ja 8,8. Ja, pff, van die 1,2 heb ik 12 tiende gemaakt of 6 vijfde. Maar dat, je moet dat niet doen. Hè. Dat is, maar ik werk liever met breuken dan met comma-getallen. Ik werk liever met gehele getallen dan met breuken, maar ik werk liever met breuken dan met comma-getallen. Dus ja, maar dat is een keuze die je zelf maakt. Dat is niet nodig. En 20 gedeeld door 8,38, weer hetzelfde. 20 gedeeld door 8,38, tik dat gewoon even in een rekentoestel, vereenvoudig dat een beetje. Allee, wat is dat? Dat is 1419, blijkbaar. Ik vind dat gewoon gemakkelijker. En wat doen we nu? Nu moet ik deze vergelijking oplossen. Belangrijke stap, hè, mensen. Wat doen we nu? Lees wat er staat. Lees wat er staat. En je weet het. Is t op 6 niet de 5 zesde log van 1419? Ja, wel de 6 vijfde log. Niet de 5 zesde log. De 6 vijfde. Ja, ja, ja. Juist, hè. Kijk naar t. Wat is t over 6? T over 6 is toch de macht van 6 vijfde die 1000 gedeeld door 419 geeft. Ik weet dat dat moeilijk klinkt, hè. Maar het is wel juist wat ik zeg, hè. T over 6 is de macht van 6 vijfde die mij 1000 gedeeld door 419 geeft. Dus t over 6 is de 6 vijfde log van 1000 gedeeld door 419. Juist, hè. En dan ben ik er toch, hè. Dus hier heb je die logaritme nodig. Hier. Het was, als je afvraagt welk type dat was, het was eigenlijk macht van een verschillend grondtal, hè. Dan heb je die logaritme nodig. Weet je nog? Dan heb je die logaritme nodig. At last, helemaal op het einde, beste. Ja, we zijn er, we moeten nog t kennen. T is natuurlijk 6 keer zoveel. Dus t is 6 keer de 6 vijfde log van 1000 gedeeld door 419. Ja, het spreekt voor zich dat dat getalletje niet in de krant gaat staan. Hè? Want er is geen kat, alleen jullie wel. Maar je kunt, maar ja, je weet niet hoeveel dat is, snap je? Dus je moet dan natuurlijk een rekentoestel hebben, dat weet ik ook wel. Dan pakt je rekentoestel en je rekent uit hoeveel dat is. Hè? Dat moet je kunnen, hè? Dat is gewoon overschakelen naar rondtal 10. Dat kunnen jullie allemaal. Die 6 vijfde log staat niet op je rekentoestel, maar je kunt wel naar 10 log gaan. Hè. En dat blijkt 28,6 te zijn. We zijn welk jaar? Geef ook een antwoord op de vragen, mensen. Kijk, als je nu hier stopt, ja, sorry, maar dan moet ik eigenlijk streng zijn en zeggen van, ja, dat is niet volledig, hè. Want er staat in welk jaar. Ja, in welk jaar gaat dat zo zijn? Dus ja, als je een keer nadenkt, 28,6, we zijn begonnen vanaf 2006, dus dan moet je er eigenlijk aan bijtellen. Dus komt er sowieso aan 2034 zeker. En pas op, als je gaat beginnen afronden naar boven, dan klopt dat eigenlijk ook niet. Hè? Want ja, het is al in 2034 dat begint. Dus dat dat eigenlijk al bereikt wordt. Ik moet wel toegeven, de vragen zijn niet zo helder gesteld, want eigenlijk zou er moeten staan op welke datum echt. Is dat nu 1 januari hè? 2006? Hier, hè? Die 8,38 miljard ton. Is dat 1 januari of is dat 31 december? Dat maakt wel een verschil, vind ik. Maar goed. Maar probeer op een verstandige manier daarin te redeneren. Hè. Geef een eindantwoord, met andere woorden. Hè. Stop niet bij die 28,6, hè, want dan zijn het niet juist. Oké, laatste oefening. Ik wil de verdubbelingstijd berekenen in jaren. Wat is verdubbelingstijd? Wat is verdubbelingstijd? Hebben we gezien, hoor. Het woord zegt het ook zelf. Vind ik.
laatste. Is dat wanneer dat je groeifactor 2 is? Ja, inderdaad. Dus eigenlijk wil je weten van, ja, na hoeveel jaar ga je met een groeifactor 2 zijn? Daar komt het op neer. Na hoeveel jaar heb je eigenlijk een verdubbeling van je hoeveelheid? Ja? Dus dat is weer een beetje redeneren. Want als je een keer nadenkt, op 1 jaar is je groeifactor 1,2 tot de macht 1 zesde. Dat weten we. Ja? Elk jaar dat je verder gaat in de tijd, vermenigvuldig je met datzelfde getalletje. Dus 1,2 tot de 1 zesde maal 1,2 tot de 1 zesde maal 1,2 tot de 1 zesde. Als de tijd verstrijkt, dat is wat er gebeurt. Dus welke vergelijking moet je oplossen? Eigenlijk deze. Je wil weten wanneer is 1,2 tot de macht t gedeeld door 6 gelijk aan 2. Ja, wanneer heb je een verdubbeling? Wanneer heb je een groeifactor 2? Een toename met 100%, zeggen ze ook. Hè? Vergeet dat niet. Hè? Een verdubbeling is een toename met 100%. Allemaal dingen die we zien hebben. Ja, een keer dat je weet hoe dat je verdubbelingstijd moet interpreteren, dan is het niet moeilijk om die vergelijking op te lossen. Hè? Wie heeft mijn oplossing? Lijkt heel hard op de voorgaande, uiteraard. Waaraan is t gelijk? T is 6 maal 2 log 1,2. Nee. Dan heb je verkeerd gelezen, Loïc. Ik heb je horen zeggen, T is 6 keer 2 log 1,2. Waar is daar fout aan? 6 keer 2 log 1,2. Dus 6 keer 1,2 log 2. Ja, en dat is iets anders. Hè? Pas op, dat is iets anders. Hè? Het is 6 keer de 6 vijfde of 1,2 log van 2. Dat is niet zelfs de 2 log van 1,2. Hè? Hoe lezen wat er staat? T gedeeld door 6 is de macht van 1,2 die 2 heeft. Dus het is de 1,2 log van 2. En niet omgekeerd. Ja, want dat is niet gelijk, hè? Uiteraard. En dan kunnen we dat weer in de rekentoestel steken. En blijkbaar is dat grofweg na 23 jaar dat dat zo is.